Hartelijk welkom op deze tweede keer dat wij de Jazzy Award organiseren. Wij, de stichting Jazzy, organisatie van het Seabold Jazz Festival, wat over een aantal weken zich zal afspelen. En de hoofdprijs van vanavond, een optreden op dat festival voor een van de vier finalisten. Finalisten die dit keer uit een grote hoeveelheid, er waren 11 groepen die zich hadden aangemeld, zijn geselecteerd om vanavond voor u op te treden. En zij worden beoordeeld door een jury onder leiding van Andries Grijner. En verder wordt hij bijgestaan door Bas van Brenen, Ruud Nerings, Jan-Robert Veenstra en Ed Goudriaan. Zij zitten bovenaan, ze hebben zich verstopt achter de balustrade. En zij beoordelen vanavond de vier groepen op, ik zal het even goed voorlezen, muzikaliteit, improvisatie, samenwerking en presentatievermogen. Na het optreden van de vier groepen gaan zij zich beraden en zij zullen vanavond nog de uitslag bekendmaken. Wie over een aantal weken op het Seabold Jazz Festival mag optreden. Wij hebben vanavond de vier groepen. Shannon, Kazar, Kortom en de Dwarse Fluiters. En wij beginnen vanavond met de Dwarse Fluiters. Ik wens ze alle vier veel succes.